De regering Santokki Brunswijk streeft ernaar om overheidswerkers eind november en december te voorzien van een bonus. Dit maakte president Chan Santokki vandaag bekend tijdens zijn bezoek aan Dritabiki. Het extra geldbedrag is gisteren goedgekeurd door de Raad van Ministers. Voor november gaat het om een ondersteuning in het kader van 45 jaar staatkundige onafhankelijkheid van het land. En als deze belofte vlekkeloos wordt nagekomen, zal er in december sprake zijn van een kerstbonus aan ambtenaren. De regering bekijkt ook mogelijkheden om de bonussen uit te betalen aan de werkende klassen buiten de overheid.